Kijk, als je illustrator bent en schilder, dan ben je eigenlijk schilderend aan het illustreren. En illustreer je ook schilderend, dat zijn de technieken natuurlijk. Ik kan het hier wel even laten zien. Dit is echt natuurlijk getekend met pen. Ik heb met de illustraties die ik maak voor uitgeverijen, educatieve uitgeverijen. Op allerlei gebieden, aardrijkskunde, taal, rekenen, geschiedenis, nou dat is duidelijk te zien. Ik zie dus, je bent als illustrator eigenlijk heel erg bezig om tekeningen bij een verhaal te maken of bij tekst te maken. Nou, samen met een andere kunstenaar schrijf ik nog wel eens in op projecten voor gemeentes en zo. Dan maak je ontwerpen, kunstwerken. Dit is, gaat over het Gelmersplein in de Oldenzaal, dus waar ik geboren ben en altijd heb gespeeld. Dus dat vond ik een erg leuke opdracht. Kijk, hier zie je natuurlijk wel een beetje de manier van tekenen en schilderen samengaan. Verhalend, in lijn, liggende figuren, huizen. Het is allemaal een beetje gestileerd natuurlijk. Kijk, hier zijn affiches die ik gemaakt heb voor tentoonstellingen. Deze gaat over een tentoonstelling Borkelo en deze is in Duitsland. Dit is een kaart, heb ik gemaakt voor een tentoonstelling. En dat verduidelijkt eigenlijk een beetje de kleine paneeltjes die ik geschilderd had met een lichtgevende engel. Dat is een Duitse kerstboomversiering en die geven licht, die engelen, als ze donker worden. Leuk dat jullie er waren en ik hoop tot ziens. Dag!